achter mij is te zien dat het waterpeil van de Binnendiezen flink stijgt. Het regent dan ook alweer de hele dag. De steiger hier is al helemaal onder water gelopen en de gemeente Den Bosch roept dan ook op om kelders leeg te halen, want die kunnen overstromen. Ja, volgt u het advies van de gemeente op? Ruimt u uw kelder leeg? Nee, want mijn kelder is al van huis uit vochtig, dus alles staat in plastic bakken. En ik denk dat het niet zo vaart loopt. Heeft u het al wel eens vaker meegemaakt dat het is ondergelopen? Nee. Ja, ik zag u hier net fotograferen. Heeft u een passie voor water? Ja, zeker. Ik ben hier ook opgegeven voor als schipper van de Binnendiezen. Het is gewoon eigenlijk gewoon alles voor mij. Dus ik vind het heel leuk. U volgt een opleiding? Ja, ik volg hier een opleiding van de Binnendiezen, van de stichting Vrienden van de Kring Vrienden van den Bosch. Maar ja, dat kunnen we nou niet varen, want ja, het water staat zo hoog dat we niet onder de bruggen door kunnen of dan togen. Dus dat is echt een probleem en daarvoor moeten we even kijken tot wanneer dat weer gaat zakken, het water dus. De enige boot die nog wel vaart is die van de gemeente. Ja, wat voor maatregelen zijn jullie op dit moment aan het nemen hier? We hebben een pontje uit de vaart genomen, omdat het nou toevallig hoog water wordt, om daar een groot onderhoud aan te doen. De A hebben we de vissers allemaal gewaarschuwd om de bootjes beter vast te leggen en korter aan de kanten of wijer van de kant af, dat ze meer omhoog kunnen. En gaat het water nog verder stijgen? Wij verwachten, zoals ze vanmiddag zeiden, dat het rond de 4 meter wordt als het door blijft regenen. We zouden tot en met de vrijdag regen krijgen. Dus ik hoop dat het zo blijft. Dan valt de schade veel mee voor iedereen. Maar anders ja, dan zal het weer wat omhoog komen. Vanaf woensdag inspecteren de medewerkers van waterschap A en Maas ook de kaders van de regionale waterkering. Waterschap De Dommel heeft dijkwacht ingesteld die alle kaders van het Bossenbroek en Essenstroom in de gaten houdt. Waterschap A en Maas verwacht niet dat het water het hoogste punt ooit gemeten zal bereiken.